Erik van den Burg, daar staat uw rechterhand, zou je kunnen zeggen. Christiane van der Wal in de fractie. Daar nog als voormalig minister voor Natuur en Stikstof. Er gaat een streep door het natuurbeleid, door het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hebben we dan de afgelopen jaren voor niks op slot gestaan? Ik denk het niet, want het is precies zoals Christiane ook zegt, liggen duidelijke rechtelijke uitspraken. Ik hoorde het vanochtend op weg hier naartoe. En ik ben erg benieuwd waar het kabinet mee gaat komen. Want we hebben ons te houden aan Europese regels en uitspraken van de rechter. Dus ik ben benieuwd wat de alternatieven gaan worden. Ja, nou bent u wel VVD'er die nog steeds onderdeel is van dit kabinet. Uw partij in ieder geval. Ja, mijn partij wel, ja. Uw partij in ieder geval wel, ja. Maar wat moeten we hier dan van maken? Ik bedoel, geen idee. Ik heb alleen nu maar gehoord dat dit wordt ingetrokken. Nou ja, je kunt de ene plan intrekken als je met een ander plan komt wat hetzelfde effect heeft of een beter effect heeft. Maar die plannen heb ik nog niet gezien. Nee. Die zullen ongetwijfeld ook komen, want je zult je wel moeten houden aan uitspraken van de rechter. Ja, u zit eigenlijk precies in hetzelfde schuitje, hè, als Christiane van der Wal. U had ook natuurlijk heeft hard gewerkt aan die spreidingswet om die voor elkaar te krijgen, om daar draagvlak voor te vinden. En toen kwam er een nieuw kabinet, ging een streep daar doorheen. Hoe voelt dat eigenlijk? Nou, de wet is er nog steeds, hè, en die moet eerst ingetrokken worden. En tot nu toe geldt die. En we zien dat mijn opvolger allerlei dingen uit de kast haalt om toch te zorgen dat er voldoende plekken zijn. Als die wet ter discussie komt te staan, is dat voor mij gewoon niet fijn. Nee, maar we weten al wel dat die partijen het willen intrekken. Ja, maar het gaat niet om mij. Het gaat erom dat gewoon de mensen die elke dag met de poot in de klei staan, dat die er last van hebben. Maar het is onderdeel van een deal. Een nadrukkelijke wens van een aantal politieke partijen geweest. En we gaan het nu verder zien. Ik ga me nu bezighouden. Ja, ook de VVD zelf, toch? Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Alleen, soms denk je, zit je er anders in dan je eigen partij. Dat kan. U zit er de laatste tijd wel vaak anders in dan uw eigen partij, hè? Nou, als ik kijk naar de portefeuille die u nu hebt, buitenlandse zaken, dan zult u zien dat datgene wat ik zeg een onversneden VVD-geluid is. Is dat lekker dat jullie nu met de eigen partijen in ieder geval wel op één lijn zitten op dit onderwerp? Nou, kijk, het is natuurlijk altijd fijn als je het met je vrienden eens bent. Maar soms gebeurde dat het niet zo is. Dat was inderdaad bijvoorbeeld bij die spreidingswet. Ja. Maar als het gaat om de oorlog in Oekraïne, als het gaat om de positie van de NAVO, als het gaat om het buitenlands beleid, dan zult u van Erik van den Burg onversneden VVD-tekst doen. Maar is het lekker om dan nu op één lijn te zitten? Of is het juist ook frustrerend dat wat u denkt, bijvoorbeeld over die spreidingswet, ik neem aan dat u heeft daarover nagedacht, u bent ermee bezig geweest, u bent overtuigd van die wet. Is het dan frustrerend dat dus binnen dezelfde partij daar toch een andere lijn nu in gekozen wordt? Dat is natuurlijk niet fijn, maar welke partij je ook bent, het is nooit een partij waar je het 100% met elkaar eens bent. Er is gelukkig veel discussie. Ook in die van mij. Nou, dit was een punt waar ik anders over dacht. Hoe gaat zoiets dan als dan nog een opvolger komt? Marjolein Faber van PVV Huizen staat toch net wat anders in de wedstrijd dan u. Laten we daar gewoon geen geheim van maken. Hoe komt u dan op zo'n ministerie? Probeert u er dan wel van te overtuigen? Of heeft u dan zoiets van ja? Nee, ik geloof niet dat de kwaliteiten heb om Marjolein Faber van haar standpunten te laten veranderen. Nee. Dus dat heb ik ook niet eens geprobeerd. Bovendien, zo werkt het ook niet in de overdracht als je informatie overdraagt. Nee, je hoeft elkaar misschien niet te overtuigen. Maar is dat dan nog wel ergens iets van een warm stokje overgeven? Of zit daar dan ook een beetje zo frustratie of zuur? Nee, je geeft het stokje over. Dat hoort. Formeel doe ik dat trouwens niet. Als staatssecretaris doet de minister dat, want die draagt formeel over. En, U heeft Marjolein Faber niet gesproken? Jawel, want je hoort de overdracht te doen van de minister, of ministers was het in dit geval, en de ene staatssecretaris naar de minister en de twee staatssecretarissen. Dus dat doe je dan met z'n zessen. Maar er is geen gezellig etentje geweest. Er was wel een lunch, en dus ik heb daar ook aan gezeten. Maar zij heeft toch helemaal niet zoveel mogelijkheden om het anders te doen dan u het deed? Zij moet toch ook, ze begint ook al een beetje met spreiden. Ja. Maar kijk, iedereen is gehouden aan wet- en regelgeving, uit internationale Europa. Verdragen, et cetera. Zij heeft meer mogelijkheden dan ik had, omdat er een andere coalitiesamenstelling is. Dus ja. Het was wel zo dat D66 en de ChristenUnie dingen niet wilden die de PVV en BBB wel willen. Dus dat zal betekenen dat ze dingen wel kan
die met die andere twee partijen niet kunnen. Maar ze blijft gebonden aan verdragen, uitspraken van de rechter. Maar denkt u dan, kijk, u zegt het allemaal heel diplomatiek en natuurlijk zo politiek, maar kan me als mens voorstellen dat je dan toch ook denkt, nou, je komt er nog wel achter hoe het werkt. Dus, en dat je dit weekend dan hoort dat ze toch andere asielzoekerscentra gaat vragen, neem nog één of twee mensen achter, dan is Erik van den Burg toch ook wel zo dat je denkt, nou, zie je wel. Tot you! Nou, je moet niet uitsluiten dat ik gedachten in die richting heb gehad. Ja. Dat is toch mooi. Ja, dat is toch weer iets menselijks. Nou,